Solana, een van de meme coins die momenteel ontzettend hot is. Fetch AI of gewoon AI tokens die het heel erg goed doen. Bitcoin met de nieuwe all-time high. Er is ontzettend veel te bespreken in weer een nieuw rondje langs de cryptovelden. Hey topper, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. In deze video gaan we dus in ieder geval Solana bespreken. Wat je wel en wat je niet ook kan doen en goed kan doen en vooral ook fout kan doen. Daarnaast AI tokens, Bitcoin met een nieuwe all-time high, Ethereum ETF die eraan zit te komen. Er is bomvol. De video zit bomvol met waardevol nieuws, ook over de economische agenda. Maar het wordt best wel volatiel, dus daar gaan we het over hebben in deze video. Voordat we gaan beginnen, ben je hier nou nieuw, dan zou ik het heel erg tof vinden als je even op die rode abonneerknop onder deze video zou klikken en de video dus, even dus op dit kanaal zou willen abonneren. Daarnaast als je de video even zou willen liken, als je het toffe content vindt en als je hier wat aan hebt, en plaats even een reactie en dan kun je ook 20 UCT winnen, net zoals deze persoon. Gefeliciteerd, stuur mij even een mailtje naar machandbusiness@hotmail.com met jouw TRC20 adres. Goed, het rondje langs de cryptovelden is altijd samen met Crypto Dries, dus lijkt het je tof om meer over fundamentele analyse in crypto te leren, dan kun je Crypto Dries een follow geven. Het linkje vind je in de beschrijving. En ben je dan toch bezig, dan kun je ook mij followen op Instagram. Dan doorgaand met de trending coins op CoinMarketCap. Dat is natuurlijk één, een meme coin en dat is Pepe. Je hebt Floki die het heel erg goed doet. Shiba Inu, Meme AI. Je ziet Fetch tussendoor. Je hebt Mochi, dat zal ook weer een meme coin zijn. Bonk. En als we doorscrollen naar beneden, dan zien we Solana, waar we het verder in deze video ook nog eventjes over gaan hebben. Maar wat blijkt dus wel, is dat afgelopen week zeker de week voor de meme coins is geweest. En dat nu ook wat game tokens het wel beter beginnen te doen en de overhand beginnen te krijgen. Daarnaast, Bitcoin heeft een nieuwe all-time high gezet. $70.052 is wat Bitcoin gehaald heeft. En we zijn momenteel ook weer rond all-time highs aan het bewegen. Dus het is een interessante periode de komende week. En de komende week staan er ook een aantal economische dingen op de agenda. Waar je rekening mee moet houden en waardoor Bitcoin en de rest van de cryptomarkt behoorlijk volatiel kan worden. Nou, de Bitcoin ETF's doen het ontzettend goed. iShares Bitcoin ETF heeft een 10 miljard netto instroom overschaduwd. Dat is netto instroom in 40 dagen. Average, dus gemiddeld 250 miljoen per dag wat er positief binnen is gekomen. Wat enorm is natuurlijk voor die ETF's en heel erg bullish is voor de rest van de cryptomarkt. Over bullish nieuws gesproken, just in, Bitcoin is being taken off exchanges in record numbers ahead of the halving next month. Wat gebeurt er nou? Alle Bitcoin wordt in een heel rap tempo van de exchanges afgetrokken. Wat betekent dat iedereen het lekker bewaart in zijn eigen cold storage, hardware wallets. En dus niet van plan is om snel te verkopen. Want daarom zet je altijd je crypto op de exchanges, zodat je het kan gaan verkopen. En in dit geval gebeurt het tegenovergestelde. Mensen halen het eraf, bedrijven halen het eraf, instituties halen het eraf. Waarom? Om het te bewaren, omdat ze verwachten dat de komende maanden de prijs flink omhoog gaat. En dan gaan ze eens een keer verkopen. Dus dit is bullish voor de cryptomarkt. Daarnaast hebben we nog een stukje hier op Twitter van Bitwise. Wat hier staat is ook interessant. Grote kassen, institutionele adviseurs, grote bedrijven. Dit zijn enorme categorieën die miljarden dollars aan activa vertegenwoordigen. Op basis van de huidige trends vermoed ik dat we onze eerste belangrijke stromen van deze drie groepen in Q2 2024 zullen zien. En ik denk dat die stromen het hele jaar door zullen versnellen, aangezien deze investeerders zich meer op hun gemak voelen bij nieuwe producten. Wat betekent veel meer inflow in Bitcoin, veel meer inflow in de cryptomarkt, straks met een Ethereum ETF. Er komt veel meer volume bij, er wordt veel meer opgekocht, prijzen gaan gewoon ontzettend hard stijgen. Daarnaast, BlackRock wil Bitcoin blootstelling openen in andere fondsen. Dus BlackRock wil aan de slag met het Bitcoin aanbieden en opnemen in andere fondsen. Oftewel in het Strategic Income Opportunities Fonds is waar zij de Bitcoin nu aan willen toevoegen. Waardoor er dus nog meer exposure is voor Bitcoin en crypto. Het blijft maar komen met het bullish en het bullish nieuws. En dat is natuurlijk poolmarkt. Nou, daarnaast, hier heb ik het ook over gehad in de altcoin video die ik deze week nog gedeeld heb met jullie. Dit is ook een hele interessante. Want wat gebeurt er? BTC is nearing its peak, but don't be fooled. Alt season is just around the corner. Laat ik hem gewoon eventjes vertalen, hoef ik dat niet zelf te gaan doen zometeen. Bitcoin nadert zijn hoogtepunt, maar laat je niet misleiden. Alt seizoen is net begonnen, of nog niet begonnen. We staan in ieder geval aan het begin. Bitcoin peak, vervolgens krijg je een Ethereum peak. Nou, Ethereum doet het ook erg goed. Grote altcoins peak en daarna krijg je kleine alts peak. En dit is ook een belangrijke.
Eerste drie stappen geniet je van een 2 tot een 10x. Dat is hartstikke mooi op je investering. Maar voor een 1000x moet je geduld hebben en erin zitten voor de low caps. Dus bijvoorbeeld zo'n Salama en wat andere coins die ik ook in mijn community deel. Nou, daarover gesproken, die coins die kun je vaak kopen op Solflare. Waarom? Omdat de meme coins momenteel op de Solana chain het ontzettend goed is. Solflare is daar een hele goede wallet voor, waar je in die wallet kan swappen naar verschillende tokens. Je zendt Solana van, maakt niet uit welke exchange, naar je Solflare wallet en daar kun je ze omwisselen. Weet je nou niet hoe dit werkt? Kijk dan gewoon eventjes deze video in plaats van 500 keer vragen te stellen in een community of op YouTube. Je hebt daar gewoon informatie over, zodat je dat zelf kan gaan inwinnen en daarmee aan de slag kan gaan. Nou, over gesproken, er is een nieuw kanaal geopend voor een premium groep met shitcoins. Hier deel ik dus al mijn shitcoin investeringen. Net zoals bijvoorbeeld een Solama die al een 6x heeft gedaan vanaf het moment dat ik hem gecalled heb. Dus daar kun je simpelweg heel erg veel geld mee verdienen. Wil je daar lid van worden? Wil je een maandje meedraaien? Dat kan. Het linkje daarvan vind je in de beschrijving. En dan zien we je natuurlijk daar in die groep en dan kun je die ook mee pakken. Doorgaan met AI, crypto marktkapitalisatie verdubbeld tot 25 miljard in 20 dagen. We hebben niet voor niks of veel AI coins gekozen, ook voor een Kryptonite portfolio. AI doet het ontzettend goed, vooral bijvoorbeeld ook Fetch.ai. Dus ik denk dat als je in de AI sector zit en je daar blijft kijken en ook bij nieuwe startups, dus kleinere coins, in blijft investeren, dat je het ontzettend goed gaat doen. Daarnaast, Coinbase ontmoet de SEC via 4 spot Ethereum ETF's. Dus het is in the works als het ware. Die spot ETF's voor Ethereum die komen eraan. Vraag is nog een beetje, wat gaat het met de Ethereum prijs doen? Ik denk dat we een beetje hetzelfde gaan zien als met Bitcoin. Dus richting die goedkeuring van die ETF zie je de prijs van Ethereum stijgen. En daarna krijgen we een kleine dip op Ethereum. Nou, daar komt bij kijken dat Ethereum het nu dus al ontzettend goed doet. Boven de 4000 euro gestaan voor het eerst sinds 2021. Oftewel de vorige bullmarkt. Wat erg bullish is voor Ethereum. En ik denk dat $10,000 kwestie van tijd is per token voor Ethereum. Daarnaast DeFi, TVL, oftewel Total Value Locked, tops 100 miljard als Ethereum en Bitcoin richten op nieuwe all-time high. En er zit vooral een belangrijk stukje bij waarom dit ertoe doet. De DeFi-industrie is een belangrijk onderdeel van de crypto-industrie en biedt cryptocurrencies een extra laag aan. Het bereiken van een 100 miljard TVL betekent een belangrijke mijlpaal voor de industrie en toont groeiend vertrouwen en adoptie. Het zou ook vertrouwen kunnen wekken bij buitenspel geplaatste marktdeelnemers om nieuwe kansen te betreden en te benutten. Is belangrijk voor de cryptomarkt. Daarnaast, de memecoin sector loopt 84% in op de afgelopen week en presteert beter dan AI tokens. Ja, het was dus echt de meme week en de memes die zullen het nog wel goed blijven doen. Alleen je hebt altijd narratives en golven waar het geld instroomt. Dus het zou kunnen dat memes nu een klein beetje afnemen. Nou, als gevolg daarvan kan Solana ecosystem overtake Ethereum as meme coins surge. Dus het ecosysteem van Solana wordt groter omdat daar nu heel veel meme coins op gebouwd worden. En daar dus al het volume heen verschuift. Wat als gevolg heeft, Solana's trading volume hits 2 miljard surpassing Ethereum. Established meme coins on Solana see significant price increase. The influence of meme coins on trading preferences intensifies a rivalry. Dus ik denk dat Solana het zeker ontzettend goed kan doen, maar Ethereum overnemen weet ik niet zo snel. Daarnaast, Fetch AI investeert 100 miljoen in AI blockchain technologie en introduceert beloningen voor tokenhouders. Fetch is een van de coins in de AI sector die het ontzettend goed doen. En het is niet voor niks dat we die in ons portfolio hebben opgenomen. Ik adviseer, als er grote dips zijn, om coins als Fetch.ai bij te kopen. Nou, daarnaast Solama, daar hebben we hem. Solama die gaat gelist worden de 14e op MaxC. Dat is over 4 dagen. Dat kan meer volume op Solama brengen, waardoor een token gaat stijgen. Het kan ook zijn dat we een buy the rumor, sell the news event krijgen. Oftewel, Solama stijgt nu door dit nieuws. Nou, Solana is een coin die ik al gecalled heb in de community. Daarna ook op YouTube. Ik heb daar een video van gemaakt. Als je gaat kijken in een YouTube video, dan zie je dat ik hem heb gecalled op 0,02 cent ergens. En uiteindelijk heeft hij daarna 600%, dus een 6x gedaan als je verkocht had. Momenteel, als je er nog in zit, heb je ongeveer een 3x. Dus je hebt daar heel leuk geld mee kunnen verdienen. En zie je nou in een YouTube video dat bijvoorbeeld de prijs ergens hier treedt. En vervolgens denk jij, als je die video ziet, ik ga instappen. De prijs is al ontzettend hard gestegen. Waardoor er dus heel veel risico is. Dan ga je instappen. Wat je vervolgens gaat krijgen is dit. Crasht al hard. Ben al 3k kwijt. Corné, wat is dit voor actie? Dat zijn mensen die dus vandaag reageren op een video van inmiddels 2 dagen oud.
als je ziet naar in welke prijs er in een video laten zien daar. En wanneer ik de video maak en vervolgens wanneer die gasten instappen, dan kunnen ze dus geen verantwoordelijkheid nemen over hun eigen investeringen en gaan ze dus met vingertjes wijzen. Terwijl het gewoon ontzettend dom is om te investeren in iets waar je zelf geen verstand van hebt als de prijs al ontzettend hoog staat. En dan is dit gewoon echt je eigen schuld. Je bent uiteindelijk zelf degene die je geld instopt. En als je het niet snapt, dan moet je dit gewoon niet doen. Daarnaast, als je naar alle andere reacties op deze video kijkt, zoals je hier kan zien, mensen die er snel bij waren, gisteren gekocht na het bekijken van het filmpje. Direct aangeschaft, nu al verdubbeld. Beste Corné, hartelijk bedankt voor deze tip. Ik ben nu al verdubbeld. Dank je Corné, vandaag een heel dik bedrag verdiend. Dit had ik nodig. Gisteravond naar je video gekocht en nu al bijna verdubbeld. Dank Corné. Zie, dus het kan wel. Als je gewoon goed oplet en kijkt naar wat je aan het doen bent, dan weet je wanneer de kansen juist zijn en wanneer je niet in moet stappen. En blijkbaar zijn er mensen die dan wel instappen en die gaan dan met vingertjes wijzen en anderen de schuld geven. Wat ik hiermee wil zeggen is, neem altijd verantwoordelijkheid over je eigen investeringen. Doe je eigen onderzoek, doe je eigen ding, maak je een fout, verlies je geld, is het je eigen schuld. Wat ik doe is tokens aan de man brengen, dit kan interessant zijn. Ben je er op tijd bij, stop je er geld in, maak je er geld mee leuk. Is het ook nog steeds aan jou, omdat ik heb die token aan de man gesteld, maar jij doet onderzoek, jij stopt je geld erin, dus het is geheel je eigen verdienste. En zo geldt het ook met als je daar verliezen op maakt. Goed, daarnaast Shiba Inu Weekly Burn stijgt 9000% als 14 miljoen SHIB burnt. Dus Shiba ontwikkelingen gaan goed, burn in Shiba gaat goed. Dus nog steeds een interessante meme coin die je eventueel kan bijkopen op dips als je daar interesse in hebt. Daarnaast VeChain, die heeft een audit gehad en die audit hebben ze een 10/10 perfecte score gehad. VeChain is gewoon een heel solide project die goed bouwt. Waar ik ook nog steeds dagelijks in blijf investeren voor de mensen die dat aan mij 10 keer per dag vragen. Daarnaast, belangrijk voor deze week is dat er best wel veel volatiliteit is. We hebben de core CPI, we hebben CPI cijfers, CPI maandelijkse hebben en we hebben de jaarlijkse. We hebben de core PPI, we hebben de core retail sales, unemployment claims. Dus we hebben hele volatiele events deze week. Dus tijdens deze tijden moet je gewoon ontzettend oppassen met traden, omdat het je volledige trade ideeën overhoop kan gooien. Historisch gezien, altijd Bitcoin heeft zijn eerdere recordhoogtes alle tijden verbrijzeld. Het heeft consequent ongeveer 8 tot 11 maanden geduurd om een nieuwe markttop te bereiken. Met Bitcoin momenteel stijgend om nieuwe all-time highs te bereiken, suggereert de historische patroon de volgende Bitcoin markttop, die ergens tussen november 2024 en februari 2025 zou zijn. Dus het zou de top van de markt zijn. Dat is een vraag die we heel veel krijgen en ja, simpelweg, je weet het niet, ik weet het niet, niemand weet het. Het feit is dat de bullmarkt een top gaat krijgen en waar je goed aan doet is richting die top. Dus in de bullmarkt winsten nemen, posities verkopen en zo zorgen dat je in ieder geval je winsten veilig stelt, want niemand kan precies weten wanneer die top is. Er kan iemand zijn die hem natuurlijk goed callt, maar zeker weten kan die persoon nooit. Daarnaast events in maart die nog komen die heel veel volatiliteit mee kunnen gaan brengen. Federal Reserve, waar data van naar buiten komt. We hebben de CPI data, wat belangrijk is. Ethereum Denken Upgrade, die dingen met zich mee kunnen gaan brengen. We hebben Nvidia cijfers die naar buiten gaan komen, welke belangrijk gaan zijn ook voor de markt, ook in de AI sector. We hebben daarnaast Federal Reserve's Interest Rate Decision, die is heel erg belangrijk. Meer met de SEC, trial tegen Doquan, zoals je ziet. Ook SEC via Ripple, dus er is heel veel volatiliteit in maart. Dan, het is belangrijk om te weten, die nieuwe upgrade van Ethereum, die maakt layer 2's die gemaakt zijn op Ethereum sneller, maar niet de layer 1 Ethereum zelf. Dus alle layer 2's die gebouwd zijn op Ethereum worden van deze nieuwe upgrade sneller. Dus dat is bullish voor de layer 2's die op Ethereum gebouwd zijn. Daarnaast hebben we nog een mooie token of een airdrop voor Casper holders waar je aan mee kan gaan doen. Als je aan mee wil doen, dan kun je naar dit account gaan, rect-wojak. Wat je ziet is, we'll start in max 2 weeks, join Telegram group for more alpha about Casper network en FATSO. Dus het beste wat je kan doen is even naar dit account gaan en de Telegram joinen van Casper. Of je gaat naar de Casper website en je joint via daar de Telegram groep. En dan kun je er meer vinden over die airdrop. Goed, dit was weer de video voor vandaag. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt. Als het zo is, like hem even. Deel hem even met vrienden en familie. En hopelijk zie ik je terug in de volgende. Adios.